Oh, kennen jullie Frenkie de Jong? Nee, ja, nee, zo. Die voetballer. Die voetballer van 18 jaar oud? Ja. Hallo beste mensen, welkom bij Rabona TV. Mijn naam is Mauri. Dit is de eerste officiële videovlog die wij online op YouTube gaan zetten van bij Rabona TV. En dit is een vlog waar ik het ga hebben over voetbal natuurlijk. Ik ga misschien iemand aanspreken of hij een bepaalde voetballer kent. Een voetballer die veel talent heeft momenteel. Hij is 18 jaar oud. En zijn naam is Frenkie de Jong. Echt waar mensen, dit is een voetballer. Hij wordt de nieuwe Ronaldo, de nieuwe Messi van Nederland. Van de wereld. Deze jonge man heeft zoveel capaciteit in zich dat hij het helemaal gaat maken. Hij is 18 jaar oud en hij wordt supergoed. Hij heeft zoveel capaciteit om zoveel uit het leven te kunnen halen als voetballer. Dat ik het gewoon even ga vragen aan mensen. Hé hey man, mag ik het vragen? Ken je Frenkie de Jong? Nee, ik ken niet. Nou, deze meneer kent geen Frenkie de Jong. Zoals jullie weten ben ik dus vandaag in Almere aan het filmen. En deze voetballer is 18 jaar en hij speelt momenteel bij Ajax. Hij, het mooie aan deze voetballer is dat hij heel goed kan laten zien wat hij in zich heeft. Dat, sommige mensen kunnen dat nu eenmaal. En als je dat kan, dan kan je de wereld veroveren. En als je de wereld kan veroveren, dan kan je heel veel geld verdienen en een hele grote naam opbouwen. Er staat hier ook welkom in Ali, welkom in Almere. En ik ben vlakbij het station. En de bedoeling is dus om iemand aan te spreken en te vragen of hij Frenkie de Jong kent. Beetje zwaar. Maar ik heb gehoord dus, ik heb gelezen ook. Ik weet gewoon, er zijn een heleboel clubs in de wereld die hebben dus een heleboel belang bij Frenkie de Jong. Omdat Frenkie de Jong heel goed kan voetballen. Wat jullie al weten. En we gaan iemand aanspreken die Frenkie de Jong kent. Deze voetballer, ik ga hem even opzoeken. Meneer, kent u Frenkie de Jong? Wel van gehoord, maar niet... En Ajax ziet, deze man heeft het in zich om een wereldster te worden. Zo goed als Messi als Ronaldo. Hij heeft heel veel capaciteit om zich te showen, te laten zien aan de wereld. Hij is heel begeerd door heel veel clubs in de wereld. Voornamelijk door AC Milan en Barcelona, Real Madrid, noem maar op, Bayern München. Deze voetballer is echt een voetballer die echt gekocht moet worden. Ook heel veel talent. Heel veel talent. En waar wil hij graag naartoe? Dat weet hij nog niet. Dat weet hij nog niet. Maar heeft hij ook aanbod gehad? Ja, veel aanbod. En wat zeggen de staf dan? Willen ze hem verkopen of niet? Dat willen ze wel. Ja? Maar een speler moet zelf natuurlijk de keuze maken waar hij naartoe gaat. Uiteindelijk wel, ja. Het is zijn toekomst dus. Klopt. Maar ik ga van door, maar ik heb een afspraak. Succes. Ja, jij ook hè? Dankjewel. Ja. Hallo, kent u Frenkie de Jong? Nee. Hallo, ken je Frenkie de Jong? Oh, wat? Frenkie de Jong, ken je die? Nee, ken ik niet. Frenkie de Jong is een voetballer van 18 jaar oud. Oh. Die de capaciteit in zich heeft om de voetbalwereld te kunnen veroveren. Oh, oké. Maar ik moet even hier van 10 keer gaan. Hallo, kennen jullie Frenkie de Jong? Wie? Frenkie de Jong. Nee. Dat is een Ajaxiet. Hij is 18 jaar oud. En hij heeft de capaciteit in zich... Hallo, kennen jullie Frenkie de Jong? Nee, ja, nee, die voetballer. Die voetballer van 18 jaar oud? Ja. Ja, ken ik. Hij is een Ajaxiet en hij heeft de capaciteit in zich om de nieuwe Messi, oftewel de nieuwe Ronaldo te worden. Ja. Oké, dat is wel heel tof. Vinden jullie hem ook aantrekkelijk? Ik heb geen idee. Ik volg hem op Insta, maar hij is wel mooi. Hoor. Oh, jij bent het sowieso. Nee. Ik ben geen voetballer. Nee. Oké. Maar het gaat over Frenkie de Jong. Ja, weet ik. Oh, ik ken hem wel trouwens. Wat weet je over Frenkie de Jong? Niet zoveel. Frenkie de Jong. Oh, oké. Beste kijkers van Rabona TV, dit was je boy Mauri, gegroet. We waren vandaag in Almere aan het filmen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik tenminste wel, ik vond het leuk om te doen. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En doe gewoon een like. Dat is een blauw duimpje omhoog trouwens. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Groeten van Mauri. Amour, Faya. Dikke Boktor.